Want dan gaan we naar de, toch de feestelijke aangelegenheid. Want vorige week woensdag zijn de eerste tentamens toetsen afgenomen hier bij Rivierland. En daar zijn er een aantal van geslaagd. Die zijn ook aanwezig, ik zie Tom en Jacco al. Maar dan wil ik eerst het woord geven aan Ludolf of Agnes, of allebei. Dankjewel. Nou, het is natuurlijk een hele feestelijk en heel mooi dat je voor een diploma-uitreiking hier mag zijn. En het is heel bijzonder om dat samen met Ludolf te mogen doen. Dat maakte nog een extra, want toen ik hierheen kwam, dacht ik van, dan zijn ik drie redenen dat ik heel trots ben dat ik die diploma's mag uitreiken. Maar het feit dat ik naast jou mag staan, Ludolf, is de vierde. Nou, zelf voor Hattie voorbereid, neem ik aan. Nou, de eerste reden, jullie hebben mijn naam gehoord, Agnes Baanhout Wateropleidingen. Maar de dijkwachten spreken mij aan. Want de eerste reden is dat ik eigenlijk achter de dijk geboren ben. In de Paspolder. Weet jullie waar die ligt? En ik heb die ligt in het verre zuidwestelijk puntje van Nederland. Dus in de gemeente Sluis. Ook daar hebben ze dijken. Dus daar ben ik geboren. En als gup van die maat heb ik ook al heel veel op de dijk gelopen. Dus ik dacht, misschien zit dat wel diep in de genen. Ze zijn me ook wel eens kwijtgeraakt als kleinkind. Nou ja, goed, dat krijg je als je op een boerderij in een polder woont. Dus vandaar vond ik het wel heel bijzonder om nu de eerste dijkwachtdiploma's te mogen uitreiken. Dus dat was de eerste. Nou, de tweede reden, en die heeft Mark eigenlijk al een beetje aangegeven, en ook Hans, dat dit traject eigenlijk begeleid is dat door dit traject we een hele fijne medewerker hebben gekregen. Dus dat is natuurlijk al, als organisatie vind je dat prachtig. Maar ook gedaan op een wijze die denk ik ook voor de dijkwachten geldt. Dat je een meestergezel, in dit geval was het meesteres. Ja, sorry, meesteresgezel. Samengewerkt door Mark als junior, als binnenkomer, samen met senior medewerkers, in dit geval Claudia Peters, samengewerkt aan de certificering, maar vooral samengewerkt met de hele werkgroep. Nou, dat was de tweede reden dat ik blij ben dat ik de eerste dijkwachter samen met Ludolf mag uitreiken. En de derde is natuurlijk, het is niet voor niets, dijken beschermen ons allemaal. En hier in Rivierenland, maar eigenlijk in het hele land, en ik denk dat de rol van seniors, maar ook van de standaard dijkwachten, ontzettend belangrijk is om de veiligheid in ons land te waarborgen. Dus dat maakt me heel happy om dat te mogen doen. En ook heel mooi dat Stowat ondersteunt, dat er heel veel mensen, dat de werkgroep actief is om dit voor elkaar te krijgen. En in die zin het verhaal opleiden, trainen, de derde was oefenen, dat is natuurlijk waar het om gaat. En de reden dat ik de vragen stelde is dat wij ook bij andere trajecten zien, bij certificeren van, we halen diploma niet, wateropleidingen, je opleidingen deugen niet. Maar dan blijkt er dat er aan de voorkant misschien toch een iets minder niveau is dan de mensen zouden willen. Dus dat spreekt voor ervaring en met certificering ben je ook het standaardiseren. Volgens mij gaan we nu over, geef ik nu even de microfoon aan Ludolf. Dat geeft mij de kans om de diploma's te halen en dan kun jij nog even. Even over oefenen. Een aantal van jullie weten het misschien wel of niet, maar in België zijn ze bezig om de Hetwige en Prosperpolder, om allerlei, ten behoeve van waterveiligheid, allerlei dingen te doen. En een van de dingen die daar gaan gebeuren is dat er ook bresproeven en overlopen over. Maar er gaan oefeningen plaatsvinden en Marjan weet en Bart Vonk weten er waarschijnlijk iets meer van dan ik. Maar gewoon onder oefenomstandigheden, maar ook op het moment dat dus die keringen echt daadwerkelijk echt wel tot het randje gaan en misschien over het randje gaan. En wat we dus ook graag zouden willen is dat we dan ook sectoraal, maar misschien ook met onze Engelse vrienden erbij en met ook de MOW uit Vlaanderen, dat we dus echt gewoon gaan kijken hoe de verschillende dijkwachten van de verschillende orde. Dus ga je oefenen, we willen twee keer doen. Eén keer oefenen eigenlijk onder oefenomstandigheden. En één keer, zoals Marianne zegt, als het regent, als het hoog water is, als je niks ziet en als hij doorgaat, zeg maar. En dan ook nog als wifi uit is, als de satellieten er niet zijn. Nou, wifi heb je daar niet. Nou ja, voor degene die met de apps werkt, is dat natuurlijk wel een uitdaging. Dus. Nou, alleen maar mooi. Ik denk dat het. Aan de ene kant hoop je natuurlijk met het certificaat dat het morgen nodig is. Aan de andere kant, maatschappelijk gezien, is het iets dat je altijd wil voorbereiden op de ramp die hopelijk nooit gaat komen. Maar goed, dit gezegd hebben, zou ik graag de. Microfoon. Oh ja, de microfoon.
Nou, mag mee. Zouden we graag. Nou, we zijn blij. Er waren 6 mensen inmiddels geslaagd. Maar ik heb begrepen dat hier slechts 2, of dat er 2 van hen aanwezig zijn. En dat is Jacco Koman. Sta op en kom naar voren, alsjeblieft. Nou, dat is de allereerste. Van harte gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ik hoop dat er jou, na jou nog meerdere, nog honderden gaan volgen. Ik hoop alsjeblieft. Het. Ik hoop het. Blijf nog even staan, want dan vraag ik jouw collega erbij te komen. Tom Veenhof. Daarna komt natuurlijk nog even een diepte interview met het beest. Tom. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Ook bij jou hopen dat er nog honderden vanuit. Zo duizenden gaan volgen. Dank je wel. Even draaien, dat zit goed voor de foto. Voor de foto. Ja. Marvin heeft iets uit mijn tas, heel achteruit mijn tas, 2 stuks. En toch even een klein vraagje van nou, ja, de dieptevraag. Hoe voelt het? Ja, het waren best lastige vragen tijdens het examen, zelfs voor ons. Dat wij toch een beetje ervaren rotten zijn, waren er best pittige vragen bij. Het blijkt wel dat een van onze collega's zelfs nog gezakt is. Dus ja, het is niet zo dat je iedereen zomaar slaagt. Je moet er dus echt wel wat voor doen. Betekent dat een applausje voor de vragenmakers? Want dat is natuurlijk door collega's gemaakt. Ja. Nou, nee, dat is natuurlijk erg mooi. We hebben bij Mark wel een paar kritische kanttekeningen bij sommige vragen gezet. Die in ons ogen een beetje dubieus waren, maar het zat goed in elkaar. Ja. Ja, maar goed, ook dat is van belang. Want we zitten natuurlijk in deze tijd. En misschien hebben jullie kinderen of buren of buurkinderen of wat die op dit moment het CITO-examen, eindexamen doen. En ook daar werken honderden mensen aan. Ook daar zie je af en toe dat het niet goed is. Dus ook die vragen worden na afloop, de examens na afloop getoetst. Mispeut, zit er toch nog een foutje in en dan worden ze weer aangepast. Ook dat is, zien wij als een stukje kwaliteitsborging. Ja. En jij? Nog iets toe te voegen? Hoe is het examen uitgepakt? Als nou, dat was ervaren rotte. Ja, nou, dat is ook wel zo. Wij hebben ons eigenlijk niet voorbereid. Want wij werden uitgenodigd om het examen te doen. En er werd eigenlijk. Of konijnen. Ja, er werd eigenlijk verwacht van ons dat wij dat zo wel konden. Maar het is net wat Jacco ook zegt, er zaten toch wel vragen bij waar je even, toch wel even bij na moest denken. Okay. Ja, dus dat is eigenlijk wel goed. Oké. En had je er wel achter, ik bedoel, dat is de beloning natuurlijk het diploma gehaald, dus dat is natuurlijk fantastisch. Zijn er ook, hij zegt van nou, sloten wat jullie betreft de vragen goed aan bij het type werk wat de senior dijkwacht geacht wordt te gaan doen? Ja, dat lijkt me wel. Ja, wij hadden wel een beetje het idee, de senior dijkwacht krijgt wat meer leidinggevende capaciteit hebben. En die misten we eigenlijk, die vragen, wel een beetje het examen. Dus daar hadden we ook aangegeven van, ja, misschien moet je daarvan wat, wat meer op insteken. Nou goed, ik denk dat dat een uitstekende tip is, want daar hebben we wat aan. En daar heeft de werkgroep wat aan. En daar kun je ook verder de standaardisatie ja. mee. Ja. Misschien nog iemand van de aanwezigen die graag nog een vraag stelt aan een van de 2 eerste gediplomeerden. Ja? Ja. Nou, wij zijn werknemers van het waterschap. We hebben dijkbeheerder en assistent dijkbeheerder. Het is natuurlijk zo, ja, we zitten al jaren in het werk. 93, 95 meegemaakt. Dus ja, je weet een aantal dingen, weet je gewoon. Mm-hmm. Maar hoe de praktijk is, dan vaak toch wel iets anders dan theorie, natuurlijk. Dus, Oké. Prima. Dank jullie wel. Dan kan je nog. Als 2 eerste gediplomeerden krijgen jullie nog een jubileum cadeautje van ons bij. Okay.